Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze les PCR, oftewel de polymerase chain reaction, een biotechnologie die toelaat om van zeer kleine hoeveelheden DNA meer DNA te maken, zodat dit kan gebruikt worden in bijvoorbeeld het forensisch onderzoek, oftewel bij de diagnose van bepaalde ziektes. Voor de rest moeten we nog eventjes zeggen, die polymerase chain reaction, dat is een cyclische reactie. We gaan die een aantal keer doorlopen, gemiddeld tussen de 35 en de 40 keer, en we starten altijd met een denaturatie. Vervolgens gaan we een renaturatie doen en vervolgens een polymerisatiereactie. Die denaturatie die verloopt op 95 graden en natuurlijk een normaal DNA-polymerase gaat denatureren, vandaar dat we die TAC-polymerase nodig hebben. Wat gaat er gebeuren? De waterstofbruggen in het DNA die gaan breken door die hoge temperatuur en ons DNA die gaat splitsen. Vervolgens krijgen we renaturatie, soms ook wel eens hybridisatie genoemd, en dat is een proces dat optimaal verloopt rond 55 graden Celsius. En wat zien we daar? Daar gaan onze primers aanhechten. En dan in de derde fase van onze cyclus gaan we de polymerisatie hebben, wordt soms ook elongatie genoemd, en dat gebeurt bij 72 graden Celsius. Wat gaat daar gebeuren? Ons TAC-polymerase gaat hechten op ons DNA en we krijgen uiteindelijk de replicatie van ons DNA. Onze complementaire DNA-strengen gaan in die polymerisatiereactie aangemaakt worden. Dit gaat een 35 keer doorlopen worden en we gaan eens kort eventjes kijken hoe dat precies in zijn werk gaat. Eerste fase, die denaturatie, bestart bij ons DNA-moleculen en we hebben hier te maken met bovenaan onze sensstreng, onze codierende streng en onderaan onze antisense of onze template-streng. We hebben een stuk van de DNA dat ons gewenst DNA-fragment is en op dit gewenst DNA-fragment gaan wij natuurlijk onze primers aanmaken. Die primers die zijn man-made, die heb je zelf gaan bestellen dus die gaan het stukje gewenst DNA flankeren, het stuk DNA wat jij dus wil repliceren, wat jij wil vermeerderen, wat jij straks mee verder wil. Dus we hebben ons gewenst stuk DNA en we gaan kijken, we gaan de temperatuur omhoog brengen om die waterstofbruggen te gaan verbreken. Dus die temperatuur die stijgt, onze waterstofbruggen die gaan verbreken en ons DNA-moleculen gaat uit elkaar gaan. Dan komen we in onze volgende stap en dat is onze renaturatie. Nu komen die primers aan bod. Die primers, we hebben een forward primer en een reverse primer. Die primers die gaan aanhechten aan onze sense en onze antisense streng. En eenmaal als die aanhechting gebeurt, komen we in onze volgende fase en dat is de polymerisatiefase. Bij die polymerisatiefase komt ons TAC-polymerase aan bod. Hier 72 graden, dat is de optimale temperatuur voor die DNA-polymerisatie te laten verlopen. En wat zien we dus? We zien ons TAC polymerase gaat aanhechten op ons dubbelstrengs DNA. Ik kan me voorstellen dat TAC-polymerase dat is zoals een treintje, dat heeft dubbelstrengs DNA nodig om die polymerisatie te kunnen starten. En die polymerisatie die gaat van start en die gaat redelijk snel, sneller dan in ons lichaam, want we zitten op een veel hogere temperatuur. Bij ons lichaam 35 tot 37 graden, hier 72 graden. Dus dit is een heel snel proces. Wat is er nu gebeurd? Ons DNA is verdubbeld, we hadden onze oorspronkelijke streng en nu hebben we twee strengen gemaakt. We gaan een aantal cycli moeten doorlopen en als we hier eens gaan kijken, alles op een rijtje met de temperaturen. We hebben ons hier bijvoorbeeld ons DNA-staal op kamertemperatuur en in de eerste fase gaan we die temperatuur heel hard moeten verhogen om ons dubbelstrengs DNA dat we hier hebben enkelstrengig te maken. Dat is de denaturatiefase en die vindt plaats op 95 graden Celsius. Vervolgens gaan onze primers aan moeten hechten en dat gebeurt op 55 graden Celsius en we zien hier dus die renaturatie, we zien hier de aanhechting van mijn twee primers. In de volgende stap gaan we de temperatuur terug een klein beetje verhogen, de optimale temperatuur om die polymerisatie uit te voeren. En we zien dat we dus vanuit één streng DNA twee strenge DNA hebben gemaakt. Dit is één cycli, denaturatie, renaturatie en polymerisatie. En die gaat een aantal keer herhaald moeten worden. We hadden net al gezegd tussen de 35 en de 40 keer om een goede hoeveelheid DNA te krijgen waar we mee kunnen gaan werken. We gaan eens heel eventjes kijken wat er gaat gebeuren in die verschillende cycli. Ik heb mijn DNA-staal en in die eerste cycli heb ik twee stukjes. Als je hier gaat kijken, 2 tot de tweede is 4. Ik heb in totaal 4 DNA-strengen, oftewel als die samen zitten, 2 dubbelstrengs DNA. Na de tweede cycli heb ik er 8, na de derde cycli heb ik er 16. En als je dan eventjes die redenering verder volgt, dan ga je ongeveer na 36 cycli 68 biljoen DNA-fragmenten hebben. Dat is meer dan genoeg om het even welk experiment mee uit te voeren. Dat was het voor deze les. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Ik zie je graag voor een volgende les. Dag!